Houd je vast tegen aan de kant. Deze boot die is 16.000 euro. En wat grappig is, hij wordt dus in Nederland gemaakt. Hij is in Nederland ontworpen door Wiersma en Heerenveen. En het is echt een heel mooi schip. Heel stevig en snel. Verwacht u veel bezoekers vandaag? Nou, je ziet al dat het leuk doorloopt. Dus we zijn vanmorgen om 11 uur begonnen met de twee wethouders die boot hebben gedoopt. Maar ook, veel mensen die er nog even aankwamen lopen. Dus ik verwacht wel dat het wel, honderden zult er niet zijn. Maar wel een flink aantal bezoekers verwacht ik wel, ja. En verwacht u dat dit nieuwe leden oplevert? Dat hopen we altijd. Hè. Met een open dag wil je natuurlijk graag wat meer naamsbekendheid verwerven. Laten zien hoe leuk de roeisport is, hoe mooi het is. En hoe het ook voor iedereen geschikt is. Hè. Ik roep altijd, roeien kun je vanaf je 12e tot je 80e. En het is voor iedereen leuk. Voor iedereen, maar als ik naar die prijzen van die boten kijk, dan lijkt me dat niet voor iedereen weggelegd. Nee. Kijk, en daarom is het zo leuk dat je een roeivereniging hebt. Want wij kopen de boten, wij betalen de boten. En de contributie is niet zo hoog. Het is €300 voor een normaal senior lid per jaar. En daarmee heb je onbeperkt toegang tot alle boten. En dan kun je gewoon afschrijven, je kunt roeien wanneer je wilt. Ja, superleuk om hier bij Amicus te zijn, die vandaag de open dag houdt. Mijn collega Richard Kortehoeve, wethouder van de gemeente Wierden, en ik hebben zojuist twee boten gedoopt. En superleuk om hier te zijn. En ik heb net met de voorzitter Peter van Kesteren een tochtje op het water gemaakt. En dan kom je er toch achter dat als je dat nooit doet, dat het de best inspannende sport is. Hè? Als je wel eens mensen ziet roeien, dan denk je, nou, dat gaat allemaal vrij gemakkelijk. Maar zo eenvoudig is het niet. Dus ik vond het leuk om te doen en inspannend. En de verbreding met het Twentekanaal, wat er aan zit te komen. Hè, in verband met de klasse 5A-schepen die hier ook gaan varen. Zorgt er ook voor dat Amicus goed in gesprek is met Rijkswaterstaat. Over de veiligheid van de roeiers en het voorkomen dat er een soort klotspak ontstaat. En daarover wordt het gesprek gevoerd tussen Amicus en Rijkswaterstaat. Om te kijken van, hey, hoe kun je nou die verbreding en uitdieping van het Twentekanaal wel realiseren. Want Twentekanaal is er voor de industriële vaart. Maar gelijktijdig ook voorkomen dat verenigingen zoals Amicus daar geen gebruik meer van kunnen maken. Ja, u bent met de wethouder van Almelo en Wierden heeft u geroeid hier? Ja, net. Ja. Had u een van die twee niet beter als stuurman daar neer kunnen zetten? Want besturingservaring hebben ze wel. Ja, dat hebben ze zeker. Maar ook zelfs voor bestuurders is het nu al heel goed om eens even met de handen aan de riemen te gaan, toch?